heb een mooi lamsrekje. En lamsvlees is doorgaans een klein beetje penetrant. Voornamelijk het vet is een beetje penetrant. Daarom is het heel erg mooi om te werken met mosterd en honing. Om dat een beetje in balans te krijgen. Mijn materiaal dat ik voor moet verwarmen is het gietijzeren rooster. Belangrijk, ik wil mijn lamsrek dadelijk namelijk eerst aanzetten. Een paar minuutjes per kant en dan indirect doorgaren op een lagere temperatuur. En om indirect te kunnen doorgaren, moet ik er een soort van hitteschildje tussen leggen. Dus een deflector stone. En die haalt zeg maar de directe hitte weg van de houtskooltjes tussen mijn vlees. Dus dat is het idee. Soms dan zit er nog een hele dikke zeen aan. Hier is dat goed te zien. Dit is de zeen, dit is het vet. Dus ik ga iets van de zeen verwijderen. Ik wil mijn lamsrekjes ook nog een klein beetje lekkere kruiden meegeven. Een beetje extra smaak tijdens het grillen. Mediterraanse kruiden. Ik heb een heel mooi klein watermeloentje op de kop kunnen tikken bij de supermarkt. Daar ga ik even plakken van snijden, van ongeveer een 10-12 mm dik. En dan ga ik die watermeloen eventjes marineren in lekkere dingen. Sushi-azijn en daarbij doe ik een klein beetje rode peper. Je kunt lamsrek perfect op 200 graden garen. Dan is het 20, misschien 21 minuutjes. Ik wil het vet net even een klein beetje grillen. Dus vandaar eerst kort direct, dan mooi indirect doorgaren op 200 graden. Ik heb ook nog even een hele knoflookbol op mijn barbecue gelegd om lekker eventjes te poffen voor mijn sausje. Welke ik nu ga maken. Het is een yoghurtsaus met allemaal lekkere verse kruiden. Daarbij gaat lekkere verse munt, de schil en het sap van een limoen, een goede lepel mierikswortelpuree en als laatste nog een beetje bieslook. Oh, dat sausje is klaar. Fantastisch. Lekker. Goed, snel even mijn laksaus voorbereiden voor mijn lam. Daarin gaan 2 goede lepels mosterd. Daarin gaat een goede squeeze honing. Daarbij gaat mijn munt, mijn bieslook, een klein beetje dille en nog wat blaadjes basilicum. Ik ga nu mijn lamsvlees aflakken, want die hebben nog 3 minuutjes nodig. Kan ik meteen eventjes mijn watermeloen gaan grillen en dan zijn we bijna klaar. Kerntemperatuurtje aan de binnenkant van 54, 55 graden. Perfect. Zo, 2 teentjes erbij. Zo, die watermeloenen zijn ook super mooi gelukt. Hier is die dan, mijn perfect gegaarde lamsrek met een frisse kruidenyoghurt en gegrilde watermeloen. Wil jij dit recept nou ook maken? Kijk dan even op onze website of op YouTube. Ik barbecue voor jou.